Kijk, hier hebben we een beetje een statistisch kappenspelletje. Want bovenop liggen brokjes, in het midden liggen brokjes. Maar als hij ze probeert te pakken, in een groot aantal gevallen, zakken ze naar een etage omlaag. Waar hij ze niet kan pakken. Zelfs van de onderkant niet, want er zit karton voor. Ga je de brokjes pakken, Roderick? Ga ze eens pakken. Ga ze maar pakken. Ga je ze pakken? Ja, nee, niet aan mijn lens snuffelen. Dan wordt het mistig. Kijk. Ik krijg wel af en toe een paar, want anders zou hij onmoedig raken. Maar... Touwtje. Misschien lukt het hem inmiddels met zijn tongetje. Ja, verhip. Hij likt ze eruit. Geweldig. Schiet er eentje weg. Kijk, als ze bovenop liggen, dan vallen ze naar beneden. Deze zit ook vol met gaten. En deze die kun je zelfs instellen. Dus als het makkelijker moet worden, kun je de gaten kleiner instellen. En dan zetten ze hierheen. En vervolgens hierheen. Ik had het beter wat makkelijker kunnen zetten volgens mij. Maar Roderick vindt dat eigenlijk geweldig. Als hij er wat moeite voor moet doen, dan is het des te leuker, hè, Roderick. Ik heb de laatste tijd een heleboel van die puzzeltjes tevoorschijn gehaald. Ik heb ook van die balletjes waar eten in zit. En ik heb nog een soort vliegende schotel waar een schaaltje in zit met allemaal staafjes erop. En als ze dan wat proberen te pakken, dan ligt het eten achter de staafjes en het schuift steeds meer naar het midden. En die staafjes die kunnen verschuiven als ze dus... Zo wat proberen te pakken, dan verschuift het staafje en daarmee ook de andere staafjes. En ineens is het eten dan weer buiten beeld. Dus, maar goed, hij is er nu aardig goed in geworden ineens. Hij is pas 10 minuten bezig. Roderick, wat loop je toch hinderlijk door het beeld? Ja, nee, hij kraste er nu toch uit de jongste. In eerste instantie ging dat niet. Oh jee, mijn camerawerk is niet fantastisch vandaag hoor. En Roderick slikt zich op zijn bekje. Kijk, daar ligt Martine. En dit is het kattenkasteel hè, wat we sinds deze week hebben. Dat is echt ongekend. En Martine is de grootste fan daarvan. Die vindt dat echt helemaal geweldig. Kijk, ze hebben een trapje. Dat gaat naar een soort tentje. Dat is van stof. Dat lijkt veel steviger, maar het is van stof. Er zit een gat. Heb je dat zo op beeld? Er zit onder dat gat zit een hangmatje. Daaronder zit de Martine. Martine die gaat... Nou, even kijken. Want wat hebben we hier nog meer? Hier hebben we ook nog een mandje. Bovenop is er nog een plank. En daar hangt een touwtje aan waarmee ze kunnen spelen. En op die plank is heel groot. Daar ligt Martine heel graag. En daarop is er ook nog weer een krabpaal. Met ook alweer een plateau waar ze op kan liggen. Dat is ongeveer ter hoogte van mijn gezicht, dus het is echt een heel groot ding. Dat was niet duur. En Martine die was er direct bij, die vond het meteen mega interessant. En Martine, dat was een goede aankoop, hè? Martine kent het ding. Dus die is daar vast wat bedreven naar, hè? Die. Wat is er, Martine? Kun je ze pakken? Kun je ze pakken? Ga dan niet zo onmoedig kijken. Je weet, je kent dat ding toch? Je weet toch hoe dat moet? Misschien is ze daarom wel zo onmoedig. Dat ze weet wat het is. Oh jeetje.
Maar het was zo dat Roderick die voelde zich niet helemaal geweldig de laatste paar weken. Het was duidelijk dat hij zich verveelde. Nou, dat is maar even opgelost. Lekker, hè? Nou, ze heeft hem toch wel door. Goed boefje, ga maar lekker pakken hoor.